Hallootjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Frietpan Frank. Ik ben Frietpan Frank en in deze serie frituur ik iedere week een andere snack. In deze tweede aflevering ga ik een rundvleeskroket frituren. Een kroket is eigenlijk niet meer dan wat vulling in wat paneermeel gerold. De vulling van deze kroket is rundvlees. Je kunt een kroket zelf maken door wat ui te snipperen en dat op te bakken in een pannetje. Daar voeg je wat bloem aan toe tot je een prutje krijgt. Bij dit prutje gooi je wat kapot gekookt soepvlees en het hele mengsel rol je in de vorm van een kroket. Na het paneren heb je een kroket gemaakt. Dat klinkt heel simpel, maar het is altijd meer werk dan een doos kroketten kopen. Volgens de doos van deze kroketten moet je de kroketten op 175 graden frituren. Maar ik vermoed dat 190 graden ook prima gaat. Een kroket frituur je 8 minuten als die uit de vriezer komt. Als een kroket ontdooid is, dan iets korter. Gelukkig komt deze kroket uit de vriezer, waardoor we extra lang naar de frietpan kunnen kijken.
Inmiddels zijn we bijna 7 minuten verder. Volgens de doos moesten de kroketten 8 minuten op 170 graden. Maar omdat ik de pan op 190 graden heb staan, haal ik de kroket er nu vast uit. De saustip voor bij de kroket is geen verrassing, het is Franse mosterd. Vond je dit nou een leuk gerecht? Like dan de video. En abonneer je op het kanaal als je nog meer snacks gefrituurd wilt zien.